Nummer 1 bij de veldslag om morgen is voor Gerben Mos uit Havelte, want hij won de wedstrijd vorig jaar. Dit is Tom Bonder uit Assen, de Nederlands kampioen bij de belofte. Grote namen aan de start in Norg, van links naar rechts. Erik Dekker, Martijn Keizer en Mark de Maar. Mannen die we vooral kennen van de weg. En Jasper Oekeloen is de regerend Nederlands kampioen op de marathon. 2, 1, 2. En dan zijn we weg voor een wedstrijd over 100 kilometer. In totaal gaan er vandaag 1400 mountainbikers van start. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. Het is de 4e editie inmiddels van de Veldslag om Norg. En het deelnemersaantal blijft maar groeien. En dan zijn we in Assen met aan de leiding in zijn eigen woonplaats Annemark van der Vlag, gevolgd door Gerben Mos en Tom Bonder. En daarachter zien we Tim Smeegen uit Zeegse. Ook Erik Dekker zit voorin, net als het rood-wit-blauw van Jasper Oekeloen. Achter hem Martijn Keizer, een groep van 12 man in totaal. Maar de verschillen worden al snel gemaakt. Tom Bonder is dit, 23 jaar oud is hij. Dan Robert de Nijs uit Warmehuizen. We zien Mos, Van der Vlag, Smeegen en Oekeloen. En dan al een klein gaatje naar deze 5 mannen met Micha Gankema, Keizer, De Maar. En in het laatste wiel zien we Erik Dekker, 47 jaar oud inmiddels. En dan zijn we bij Westervelde. De situatie is gewijzigd. Mark De Maar pakt hier de leiding. De Nijs in zijn wiel. Smeegen zit er ook bij. En Bonder en Mos zijn ook mee. Ze hebben inmiddels een voorsprong van 3 minuten. En als we na 100 kilometer weer terug zijn in Norg, zien we dat de titel niet in Drenthe blijft van Robert De Nijs uit Warmehuizen. Wintersprint. Mark De Maar wordt tweede. En de winnaar van vorig jaar, Gerben Mos uit Havelte, eindigt op de 3e plaats. Met nog een kilometer of 5 te gaan, wist ik dat het echt om, dat ging er echt om hangen. Het zou echt spannend worden. Dus dan heb ik het gas vol opengetrokken en toen haalde ik het net, dus dat was mooi. Snelste vrouw in Norg was vandaag Judith Visser uit Valkenswaard.